destijds, toen iedereen op social media ging, ging ik er niet op. Daar had ik verschillende redenen voor die allemaal hier voorbij zijn gekomen. Maar ik denk ook dat het een soort hang is naar ook je op een bepaalde manier willen afzonderen voor het de hele tijd meegesleept worden in hele snelle, oppervlakkige dingen van wat iedereen aan het doen is en wat iedereen denkt. Dat ik ook een soort van vanuit een soort heel naïef beeld van zelfbehoud. Goedenavond en welkom in de Bali. En ook voor de kijkers thuis, goedenavond. Welkom bij het programma In Therapie met Sociale Media. Na ongeveer 20 jaar sociale media is het tijd dat we eens een goed gesprek gaan voeren met de platformen die zo'n grote rol spelen in ons leven. Kunnen gebruiker en platform nader tot elkaar komen? Hoe voelen we ons eigenlijk bij het gebruik van dat soort platformen en wat vinden we van ons eigen sociale media gebruik? En wat doet het met ons als mens en maatschappij? Worden we er gelukkiger van? Of misschien zelfs wel ongelukkiger? Welke invloed heeft sociale media eigenlijk op het maatschappelijke debat en ook de democratie? Moeten we nadenken over andere sociale platformen of moeten we de huidige platformen anders gaan vormgeven? Of gaat het eigenlijk wel goed met de sociale media? Vragen die we vanavond gaan bespreken met onze 6 gasten. Nesla Edriouch, Patty Valkenburg, Jeroen de Vos, Steven Kearney, Siri Berends en Dasha Simons. Deze avond is in samenwerking met het Medialab Setup uit Utrecht. Die hebben een aantal video's gemaakt rondom dit thema. En je ziet de decorstukken of de pakken eigenlijk al hier rondom me heen staan. En we gaan eerst kijken naar een video die is gemaakt door Steven Kearney. Waarna ik de eerste 3 gasten naar voren vraag. Dus ik zou graag eerst de video willen zien van Steven Kearney. Lisa, Insta, welkom. Hoi, ik ben Lisa, 24 jaar oud. En we waren, hoe lang? Iets van 4 jaar. Ja, iets van 4 jaar samen. Nou ja, samen is een beetje raar, maar bevriend of zo. Nou, we waren wel iets meer dan vrienden, toch? Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ja, ik ben zo bezig met alleen maar te benoemen wat het is en ook waarom ik het dan steeds afbreek. Want ja, ik heb het dus nu ook weer verbroken en ja, ik dacht gewoon misschien, weet je, misschien komen we er wel weer uit als we met iemand praten. Want ja, ik kan misschien ook weer niet helemaal zonder instaan. Hey, heel even, ik weet dat het allemaal echt super belangrijk is en zo. Maar Lisa, schat, ik wil toch even tegen jou zeggen, wat zie je er weer fantastisch uit vandaag. Thanks. Heb je Larissa al gezien? Oh my god, die meid is in Dubai. Dubai? Wilde jij niet ook naar Dubai? Ik zie echt alleen maar hele toffe dingen voorbij komen. In infinity pools en een kantoor ergens in een wolkenkrabber. Insta, focus. Even terug naar jullie. Ah, sorry. Ja, dat doet ze dus altijd. Ik zeg toch, sorry. Laten we hier even op inzoomen. Inzoomen? Yes. Lisa, je twijfelt duidelijk aan de voortzetting van deze relatie. Kan je me dan in ieder geval uitleggen waarom je Instagram toch steeds weer in je leven toelaat? Ja, ik weet het niet. Weet je, in de tijd dat ik het niet heb gezien was het zeker een stuk rustiger. En ik kan nu ook gewoon naar mezelf kijken in de spiegel en denken, weet je, ja, prima. Weet je, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Maar dan bekruipt me toch elke keer weer zo'n gevoel van isolatie. Ja, ik weet niet, er mist gewoon iets. Een soort van connectie of een verbinding met de rest van de wereld. Dat doe jij, hè? Jij kiest ervoor om Claudia's reis naar Bali te volgen. Of de Fit Girls die hun leggings aanprijzen. Celebs met hun merken. Je vrienden die bij de hele toffe dingen aan het doen zijn. Dat doe jij. Ik help alleen maar een beetje. Ik word hier gewoon heel onzeker van. Wat doe jij nou? Ja, ik trek het gewoon niet meer. Weet je, die constante stroom van succes en ik doe maar wat. Sst. Lisa, dat hoef je niet te zeggen. Niet iedereen hoeft dat te horen. Ik heb alleen maar een kat. Die is ook nog eens lelijk, dus die kan ik niet posten. En ik wil verhuizen, want de verf die valt van de muur. Maar ja, dat weet niemand, omdat ik niemand uitnodig. En daarom denkt iedereen dat ik niemand nodig heb. Insta, wat doet het nu met jou? Ja, weet je, ja. Voor mij hoeft dit gewoon allemaal niet zo. Serieus? Nou,
Doe jij eens even chill. Oké. Kan ik concluderen dat jij wat moeite hebt met perfectionisme? En dat jij niet weet hoe je haar moet steunen, juist wanneer ze het nodig heeft? Oké. Even 5 minuutjes en dan weer verder. Ja? Ja. Ik heb dus gezien dat dit gewoon echt een amazing dakterras heeft. Met echt een fantastisch view. En echt perfect licht. Fotootje? Ja, mag ik naar voren roepen als eerste... Als eerste Nisla Idrioeg, Patty Valkenburg en Jeroen de Vos. Mag ik een hartelijk applaus? Ik zal je even uitgebreid introduceren. Nisla, je bent GGZ-psycholoog, werkzaam in de specialistische GGZ in Schertogenbosch. En je bent ook oprichter van het platform Psycholoog Nisla. Een social media platform eigenlijk voor psychologie online. Jeroen, jij bent media-antropoloog met een achtergrond in mediastudies en culturele antropologie. En je bent ook onderzoeker bij Setup. En je hebt meegewerkt aan het onderzoek die aan de basis staat van deze video's. Yes. En Patty, jij bent universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En je onderzoek richt zich op cognitieve, emotionele en sociale gevolgen van sociale media op jeugd, adolescenten en volwassenen. En is hierin met name geïnteresseerd in hoeverre kinderen, adolescenten en volwassenen verschillen in hun vatbaarheid voor de effecten van sociale media. Mooi. Jeroen, we keken net naar een filmpje op basis van jouw onderzoek. Waarom wilden jullie als Setup eigenlijk zo graag onderzoek gaan doen naar sociale media? Ja. Dat is een hele goede vraag. Sociale media heeft natuurlijk op heel veel verschillende onderdelen van onze maatschappij, maar ook ons als individu of ons als sociaal wezen, heeft dat veel grip. Is vrij invasief. Maar is ook lastig te begrijpen, is soms nog wat abstract. Dus wat we hebben geprobeerd is om een vorm te vinden om dat gesprek over sociale media iets concreter te maken, iets tastbaarder te maken. Dus onze gedachte was van, zouden we niet als een soort experiment die sociale media platformen kunnen verpersonificeren? Mm-hmm. Dus als je dan worden ze ook iets tastbaarder en dan komen ze ook iets dichterbij. En dan kun je op een andere manier nadenken over, hoe verhoud je nou eigenlijk tot zo'n platform? Hoe ziet die relatie eruit? Maar ook, wat mag je van zo'n soort relatie verwachten? Ja, en wat mag je van zo'n soort relatie verwachten? Nou, dat is dus een van de dingen die we proberen te onderzoeken en waar we graag natuurlijk over in gesprek gaan, is natuurlijk de relatie die je hebt met met deze platformen, die zou niet eenzijdig moeten zijn. Hè? Dus het zou niet voortdurend moeten zijn dat je als gebruiker je aan een platform moet aanpassen en voortdurend een platform moet voeden en eigenlijk aandacht moet geven. En dat moet ook een andere kant op gaan. Dus dat is eigenlijk, van daaruit is dit idee van relatietherapie. Hè? Dus dat je meer een gesprek opzet en zegt van, wat zou je daar in van zo'n platform mogen verwachten als zijnde een vorm van een relatie. Ja. Ja. En Patty, jij doet al heel lang onderzoek naar het effect van media eigenlijk in het algemeen op jeugd en adolescenten. Herken je dat het gesprek eigenlijk heel abstract blijft als we het hebben over sociale media? Zeker. Maar wat ik fascinerend vind aan onderzoek naar social media, is dat ik heb natuurlijk heel lang naar gewone media onderzoek gedaan. En dan was je eigenlijk geïnteresseerd in bijvoorbeeld wat de sociale context deed met de effecten. Ik ben een media-effectonderzoeker, dus ik ben geïnteresseerd wat media met mensen doen. Maar wat nou het allerleukste van social media is om daar onderzoek naar te doen, want straks over de resultaten kunnen we het dan wel apart hebben, wat het allerleukste is om daar onderzoek, dat de sociale context zit in de media zelf. En wat ook leuk is met social media, is dat we erachter komen dat de effecten van zelf posten vaak groter zijn dan van lezen. Want als je televisie onderzoekt, dan gaat het eigenlijk wat je tot je neemt. Maar bij social media doe je natuurlijk zelf heel veel. En dat kan soms andere effecten hebben en sterkere effecten dan gewoon tv kijken. En dat is natuurlijk voor een onderzoeker fascinerend. En kan je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld dat als iemand, een verlegen iemand, een tijdje
outgoing informatie gaat posten. En vooral als daar veel mensen naar kijken, dat die persoon dan zelf ook wat extraverter zou kunnen worden. Dat is één van de dingen. En dat heb je meer als je zelf post dan als je het leest. Want met lezen kan je soms het tegenovergestelde hebben. Het lezen, ik bedoel browsen. Dat als je alleen maar mooie informatie ziet, zoals we net in het filmpje ook zagen, dat dat je juist een beetje onzeker kan maken. Dus die effecten kunnen gewoon, die zijn veel ingewikkelder om te onderzoeken. En dat is leuk. En zou het ook kunnen dat als je bijvoorbeeld iets post, maar je krijgt er heel weinig reactie op, dat je er dan weer introverter van wordt? Zeker. Er zijn allerlei mogelijkheden nodig. Maar wat we vinden, en dat is ook vroeger, dat is wel interessant om te weten, hè, naar de effecten van social media op ons welzijn. Nou, je zou moeten raden hoeveel onderzoeken daar gedaan zijn naar de laatste jaren. Wil je raden? Een grove schatting, ik denk iets van 500. Nou, dat is wel ongeveer honderden onderzoeken alleen in de laatste 5 jaar. En dat is best wel moeilijk voor het publiek. Want soms wordt één zo'n onderzoek eruit gepikt in de media en dan krijgt dat onderzoek aandacht. En soms komt er iets positiefs uit het onderzoek en soms, maar heel vaak komt er iets negatiefs. Maar wat ik leuk vind, is ik heb al die onderzoeken in de afgelopen jaren bekeken en ik heb daar de grote lijn uit proberen te halen. En wat je dan ziet, is dat gemiddeld genomen zijn de effecten van social media op ons allemaal klein. Maar wat we de laatste tijd zien, daar hebben we ook nieuwe technieken voor, is dat inderdaad, wij doen natuurlijk psychologisch onderzoek op individueel niveau, dat voor de meesten, en dat geldt dan voor zowel tieners als voor volwassenen, doet het niet zoveel. Je wordt er niet ongelukkiger of gelukkiger van. Voor een kleine groep, die wordt er beter van. Maar ook een kleine groep, die wordt er minder goed van. Dus het gaat aan twee kanten. Gaat het over dat sommige mensen er beter van worden, een kleine groep, zo'n zeg maar 10%. En 10% wordt er slechter van. En dan is iedereen natuurlijk benieuwd van wie zijn dat die er slechter van worden. Nou, dat zijn, ja, heb ik het in dit geval over tieners, die van zichzelf al kwetsbaar zijn, of die bij toeval of niet in een kwetsbare omgeving komen. En dat heb je bijvoorbeeld met pesten. Pesten kan een kind wat op ene school gepest wordt, kan op een andere school ook gepest worden. Maar het kan ook gewoon pech zijn dat je in een verkeerde groep terechtkomt. Ja. En dat zie je, dat is de kwetsbare groep. Die zijn niet inherent kwetsbaar, kunnen inherent kwetsbaar zijn, maar kunnen ook pech hebben. Ja, ik zie jou heftig knikken, Nesla. Is dat iets wat je uit je eigen praktijk herkent? Ja, en ik heb ook wel diezelfde studies gevolgd. Dus ik ken ook wel deze resultaten. En ik vind het ook heel opvallend dat ik dat ook echt in de behandelkamers terugzie. Dus de jongeren waar het al niet goed mee gaat, die lijken nog meer vaak toch terug te trekken. Met hun telefoon bezig te zijn. Veel op social media actief te zijn. En ook wel kwetsbaarder te zijn voor bijvoorbeeld negatieve reacties. Of het gebrek aan likes. Of de druk voelen om inderdaad zelf interessante content te posten. Of zich ook zelf weer te vergelijken in hoe ze zich neerzetten op social media ten opzichte van de perfecte plaatjes die ze zien. En ik vind het ook heel opvallend om te zien dat vaak aan het einde van de behandeltrajecten, wanneer het ook weer beter gaat met jongeren, dat dan die impact van de sociale media ook weer kleiner lijkt te zijn. Dat die weerbaarheid op die momenten ook weer groter is onder deze jongeren. Ja. Ja. En zie je in de behandelkamer dat een toename van klachten die met sociale media te maken hebben? Of zie je, blijft het eigenlijk een beetje hetzelfde? Ja, ik werk nu denk ik zo'n 10 jaar met kinderen en met jongeren. En ik ben zelf ook heel actief in de sociale media. Dus ik heb ook die groei wel gezien. En ik heb ook altijd wel gevraagd aan jongeren van los hoe hun dagelijkse leven in de praktijk eruit ziet. Ook hoe hun social media gebruik en hun telefoongebruik eruit ziet. En dan begint het al met het aantal uren waarin ze actief zijn. En dan zie ik ook wel door de jaren heen dus die impact groter worden op dus zoals ik al zei, vaak op de jongeren waar het dus al slecht mee gaat. Het is nog nooit de reden geweest in de afgelopen jaren dat sociale media de oorzaak was van een psychisch probleem. Dat heb ik nog niet gezien. Maar wel dat het bijvoorbeeld de klachten kan versterken. Dus bijvoorbeeld een jongere die leidt aan body dysmorphic disorder, die dan juist door het gebruik van filters. Wat is body dysmorphic disorder? Nou, dat betekent dat jongeren een bepaalde preoccupatie, een bepaalde focus hebben op een
een vermeende afwijking. Dus dat kan zijn dat hij er daadwerkelijk wel is, maar heel klein. Dat een ander het bijna niet ziet. Of dat hij er niet is en dat een jongere echt het idee heeft dat die afwijking er is. Dus dan kun je denken aan een slechte huid of aan een te grote neus. Of een lichaamsdeel dus waarvan ze echt het idee hebben van dat is vooral buiten de norm. En daar kunnen mensen dan zo actief mee bezig zijn in gedachten, maar ook in acties om dat te proberen te verhullen. Zodat een ander hen daar niet op kan zien of afrekenen of afwijzen. En social media kan er natuurlijk kun je gebruiken om je ook op een bepaalde manier neer te zetten. Dat kan al zijn van de hoek die je kiest in een foto, maar ook Facetune of het gebruik van filters. En bij deze jongeren kan het zo zijn dat ze juist door dat gebruik te maken van die bewerkingsprogramma's of door zich op een bepaalde manier te presenteren, dat ze nog onzekerder worden over hoe dat ze er bij wijze van spreken in het echt uitzien. Ja. Ook de reacties op de bewerkte foto's, die kan dan heel positief zijn, waardoor ook de jongeren het idee hebben, als ik dat dus aanpas, dan krijg ik heel veel positieve reacties. En dan moet ik me nog in het echt laten zien. Ja. Dus dat soort impact, dat zie je daar wel in terug. Ja. Dat zien we eigenlijk ook een beetje in het filmpje, hè, wat we net zagen. Jullie hebben met heel veel mensen gesproken voor het onderzoek dat jullie hebben gedaan. Wat viel jou op in hoe mensen spraken over hun eigen social media gebruik en hun relatie daartoe? Ja. Allereerst, het was gewoon ontzettend leuk om met veel mensen op straat te spreken over sociale media. En wat dat met hen deed. Maar ook dat specifieke raamwerk van therapie brachten we al in het gesprek. Dus we probeerden echt dat als ook een soort creatieve vorm te pakken om op mensen op een andere manier te benaderen. En om mensen ook op een andere manier over het onderwerp te laten nadenken. Dus dat ging over hoe zou je de relatie beschrijven met de verschillende sociale media. Maar is het ook wel eens uit geweest? Is je relatie wel eens uit geweest met Twitter of met Instagram? En op welk moment ging het uit? Kun je dat moment beschrijven? Wat gebeurde er toen? En is het ook op een gegeven moment weer aangegaan? Wat gebeurde er op dat moment? En wat heeft het je gebracht? Dus doordat die relatietherapie als een soort artistiek raamwerk te gebruiken, kon je ook die jongeren op een andere manier bereiken. En dat was gewoon ontzettend leuk om te doen in die gesprekken. Daar had je ook de uiteraard beschreven verschillende. Ik heb niet alleen jongeren gesproken, maar ook een aantal mensen die wat ouder waren. We zijn op een gegeven moment ook naar twee mbo-klassen gegaan, mbo 4. Ze hebben geprobeerd er wel een mooie selectie in te maken. En dan op een gegeven moment ook die vraag van, als je zo'n platform als een persoon zou zien, zou die dan onderdeel zijn van je vriendengroep? Of zou dat misschien zou, hoe verhoud je je tot die persoon? En wat heel leuk was, is dat het op verschillende manieren werd beschreven. Dus sommige mensen hadden het over een ouder. Dus het ging meer over soort paternalistisch, moralistisch, belerend, maar ook niet luisterend. Dus heel overredend, heel aanwezig. Terwijl anderen juist spraken over iemand, een vriend of vriendin die heel dichtbij staat, maar waarmee je ook een soort afhankelijkheid van hebt. En die tegelijkertijd ook, vaak werd het woord toxisch gebruikt. Dus die kwam vaak terug. Dus dat je in feite een vriendschap hebt die eigenlijk niet, waarvan je weet dat die niet goed voor je is, maar die toch belangrijk voor je is. Ja. Herken jij dat, Patty, uit het onderzoek wat jij doet? Dit is een heel grappig fenomeen, heb ik ontdekt pas. Is dat wij hebben in 2015 hebben we wel eens onderzoek gedaan onder jongeren en volwassenen. Hoeveel, en daar had je voor de Diagnostic Statistical Manual, heb je daar, dat is de Bijbel van de psychiatrie, heb je daar criteria voor. Wat is problematisch social media gebruik? Nou, hebben we bij Nederlands jongeren en volwassenen onderzoek gedaan. En toen bleek dat 10% bleek zichzelf te kwalificeren als problematisch social media gebruiker. In 2015. En dat is dan, wat zeg je? In 2015. 2015. Ja. En nou komt er iets interessants. Wat is dat problematisch social media gebruik? Is dat het je huiswerk niet meer maakt voor jongeren dan? Of dat je niet aan je werk toekomt? Dat je vrienden ruzie haakt? Ruzie met je familie omdat je te veel op social media zit? Dat soort criteria heeft dat instrument.
En nou is het grappige dat onlangs is er weer zo'n onderzoek gedaan, ook onder een representatieve spreekproef van Nederlandse jongeren. En wat bleek? Die 10% is 2% geworden, 2,5%. Nou, hoe kan dat nu? Want die social media is de laatste jaren steil omhoog gegaan. En hoe kan het dan dat we in 2015 dat we 10% vonden en nu 2,5%? Nou, het is allemaal een ervaring, hè? Wat je dus ziet, is dat er, dat is mijn verklaring ervoor, dat verschil, dat het sinds COVID, dat het genormaliseerd is. We hadden pas focusgroepen met 64 jongeren. En toen vroegen we ze hun screentime te laten zien. 5 uur, 4 uur, 9 uur per dag. En vroegen we, is dat niet problematisch? Nee hoor, is niet problematisch. Als mijn huiswerk maar af is, en dan vinden mijn ouders het ook oké. En vinden je ouders dat niet problematisch? Absoluut niet. Dus er is eigenlijk ook sinds COVID is er een soort normalisatie dat we allemaal uren per dag aan het scherm bezig is. En wat er ook veranderd is in de afgelopen jaren, is dat vroeger was het zo dat problematisch social media gebruik vrienden verdrong. Hè, en normale offline contacten. Maar als je nu naar social media kijkt, we doen het met onze ouders, met onze grootouders, we doen het met onze kinderen, we doen het met onze collega. We zijn de hele dag met social media bezig, vooral sinds COVID, met alle sociale contacten die we hebben, dichtbij en veraf. Dus dat verdringingseffect is ook veel minder geworden de laatste tijd. Is dat iets wat jij herkent, Nersje? Ja, dat herken ik wel. En wat ik ook wel juist positief vind aan die sociale contacten leggen via social media, is dat juist de jongeren die ik bijvoorbeeld in behandeling heb, die het heel lastig vinden om contacten aan te gaan, dat op social media vaak makkelijker kunnen. Omdat ze bijvoorbeeld een specifieke interesse hebben. Dat zie je veel bij jongeren met autisme, die niet heel veel voorkomend is. En dat ze dan toch op internationale social media apps een soort van groep kunnen vinden die gelijke interesse hebben, waardoor ze op die manier met elkaar in contact kunnen komen. En vanuit daar ook online vriendschappen ontstaan, waarvan ik ook zelfs gezien heb dat jongeren dan op en neer gaan reizen om elkaar te ontmoeten. Maar überhaupt dat het niet een direct face-to-face contact is waarmee het vaak start, dat gewoon al helpend kan zijn om met elkaar in gesprek te gaan. En dat die vriendschappen die soms jarenlang online plaatsvinden, voor deze jongeren net zo waardevol zijn en net zoveel steun geven als dat ik dat zie bij de echte fysieke relaties die jongeren aangaan. Ja. Ja. Even terug te komen op wat je zei, Patty, dat normaliseren, hè, van die schermtijd. Wat ik daar eigenlijk een beetje in proef, is dat onze perceptie misschien maatschappelijk gezien verandert van wat problematisch is. Maar ja, ik weet niet of ik nou helemaal realistisch ben, maar 9 uur schermtijd per dag is toch, dan heb je, lijkt me, ook weinig oog nog voor andere dingen om je heen. En kunnen we niet stellen dat dat misschien wel gewoon problematisch gedrag is? Ja, als je het mij eerlijk vraagt, vind ik 9 uur, was niet gemiddeld hoor, 9 uur. Maar er waren erbij die 9 uur hadden staan. Maar je moet ook nagaan dat een deel daarvan wordt ook nog samen gedaan. Als je nu jongeren bij elkaar ziet, zitten ze vaak met z'n allen naar tik voor het gieren van het lachen. Dus het is niet zo dat het altijd solistisch is, hè, social media gebruik. Dus dat is ook nog veranderd. Maar ik ben het helemaal met je eens. 9 uur is veel, maar dat, volgens mij vindt iedereen dat veel, 9 uur. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je mij vraagt hoeveel zit je voor een scherm de laatste jaren, dan kom ik ook wel aan aardig wat uren per dag. Want op je werk is ook alles met een scherm. Ja, dat klopt. Ik moet wel ook nog toevoegen dat ik ook wel echt in de praktijk zie dat jongeren ook wel zelf worstelen met hun gebruik. Dus inderdaad het normaliseren, hè, van veel jongeren. Nou, als ik dan zeg van goh, 6-7 uur is wel erg veel. Deze tijd kun je ook bijvoorbeeld echt real life besteden aan activiteiten die jou blij maken. Bijvoorbeeld jongeren die last hebben van somberheidsklachten. Dan zeggen ze, ja, nou, daar heb ik niet echt behoefte aan. Dat is gewoon prima voor hun. Maar ik zie ook wel echt jongeren die minder gebruik willen maken van social media en bij wie het gewoon echt niet lukt. Dus daar zit een verslavingscomponent aan. Ja, daar ben ik het ook mee eens. En jij ziet natuurlijk die groep het meer. En die zie jij meer dan als wij met representatieven. Maar die zie je ook. En dat is ook die 10% die ik noemde. Er zijn gewoon, ja, maar ook volwassenen die worstelen met social media gebruik. Dat is niet alleen bij jongeren. Nee. Dat is, er is toch is een deel die de zelfregulatie. Want het vraagt
heel wat zelfregulatie om het social media. Ik weet niet of jullie zitten, maar als ik werk, dan moet ik hem andersom leggen. Want anders blijven die piepjes, blijf je die zien. En dan kan je niet meer concentreren. Nou, over concentratie, daar heb ik ook pas onderzoek naar gedaan met een team. Met gelukkig zijn, welzijn, zitten die 10% aan de ene kant en die 10% aan de andere kant. Maar dat is afhankelijk van de uitkomst die je meet. Als je bijvoorbeeld afleiding, distraction, als je dat meet, dan worden bijna alle jongeren afgeleid door social media, naar hun eigen zeggen. En dat is niet alleen bij jongeren, we worden allemaal heel veel afgeleid door social media. En dat is misschien ook wel aan het normaliseren, maar het is wel zo. Ja, en is het wel zo dat we enorm allemaal afgeleid worden door social media. Ja, dus in, maatschappelijk gezien is er een groot probleem met dat mensen niet meer een diepe focus kunnen krijgen. Nou, dat is ook een probleem, maar dat is niet voor iedereen. Hè? Want dat is het moeilijke. En nogmaals, ik doe onderzoek op individueel niveau. Maar als je mij vraagt, wat is er aan de hand op collectief niveau, op gemeenschapsniveau, dan denk ik dan zie ik veel meer negatieve effecten. Misschien kunnen we daar later op de avond nog over hebben. Maar dan heb ik toch heftige privacy schendingen. Heb ik fake news. Heb ik misinformatie, desinformatie. En dat zijn toch ook wel wat we nu weer zien. Dat social media verdienen aan onze verontwaardiging, bijvoorbeeld in Amerika over abortus, wat we van de week zien. Dan zie je dus Twitter helemaal vol, zie je Facebook helemaal mooi. Maar daar kunnen social media weer betere profielen van maken. Hoe meer wij daar spelen. Maar dat is een ander niveau. Maar als je mij vraagt op individueel niveau, dan zie ik toch een plaatje terugkomen dat er steeds een kleine groep is die daar niet mee om kan gaan. En ook met die afleiding. Ik word ook opgeleid, maar ik kan goed functioneren nog. Maar er is een kleine groep die daar echt gewoon, die daar echt problemen mee krijgt. Ja. Zeggen jullie dat ook terug in jullie onderzoek? Op verschillende manieren. Dus ik heb natuurlijk verschillende mensen gesproken. Dus het is meer anekdotisch, meer dan academisch. Maar om het terug te voeren naar het filmpje waar we ook mee zijn begonnen. Hè. Dus in deze gesprekken hebben we natuurlijk heel erg over de eindgebruiker, de eindgebruikers. Maar wat we hebben geprobeerd te doen is dus ook te bevragen van wat mogen we nou eigenlijk van zo'n platform verwachten. Hè? Dus hoe willen we dat die platformen met ons omgaan? Hoe willen we worden aangesproken? Hoe willen we niet worden aangesproken? Hoe willen we worden betrokken? Hoe willen we niet worden betrokken? Dus hoe kunnen we die platformen ook op een andere manier onderzoeken en daarmee ook onszelf de vraag stellen, hoe zouden we dat eigenlijk in willen richten? En heb je daar een idee van? Zelf, als je zeg maar kijkt, wat zou jouw wens zijn, hoe we dat inrichten? Ja. Dat is natuurlijk een heel groot vraagstuk met heel veel verschillende facetten ook weer van hoe je dat zou willen implementeren of willen reguleren. Dat is weer net een andere discussie. Dit gaat meer over de stap ervoor. Dus het gaat over de verbeelding. Hoe zouden we die relatie anders willen inrichten. En een aantal van de dingen die jullie ook al noemen, dus wat je terugziet bij die gebruikers, die relatie zit niet evenwichtig in elkaar. Daar moeten we het toch over hebben met z'n allen. Ja, ik heb er wel ideeën over. Dus ik heb zelf ook een periode bijvoorbeeld op de ADHD-poli gewerkt. Daar zie je dus veel jongeren die überhaupt al moeite hebben met aandacht en concentratie. Voor hun is social media wel echt heel ingewikkeld, hè? Want dat vraagt continu de aandacht met de meldingen. Probeer dat maar eens te weerstaan als je al moeilijk je tot een saaie taak kunt richten. En aan de andere kant, dat sociale stuk, die sociale component is heel belangrijk. Dus als ik met de jongeren in gesprek ging over het verwijderen van social media, dat is echt van invloed op de vriendschappen die ze hebben en hoe ze contact gemaakt worden. Bijvoorbeeld met Snapchat. Er zijn hele begroetingsrituelen van jongeren onder elkaar. Als we dan kijken van hoe kun je het gebruik wijzigen, dan hoorde ik bijvoorbeeld van jongeren terug dat bijvoorbeeld op de reels en de stories heel ingewikkeld zijn. Dus dat ze het idee hadden van als ik nou puur en alleen al gewoon de normale oude tijdlijn kon bekijken zoals die vroeger was, dat was al makkelijker dan die korte snippets waar ik de hele tijd ingezogen word. Maar je kunt er niet voor kiezen om dat uit te schakelen.
Dus dat is wel ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld nu wel, hè, dat je met Instagram kunt laten aangeven hoe lang je op de app zit. Dat helpt de jongeren wel alweer om het voor zichzelf meer te kaderen. Dus ik denk wel dat als die platforms ook meer mogelijkheden geven, dat je ook zelf meer kunt kijken hoe wil ik er nou precies gebruik van maken. En dat je daar meer vrijheid in hebt. Ja, dus eigenlijk een democratischer sociale media platformen. Een van de dingen die ik in verlengde daarvan ook terug hoorde, was ook een soort grilligheid. Hè? Dus in die relatie met verschillende platformen worden allerlei dingen van jou als gebruiker gevraagd. Maar het is niet altijd even duidelijk waarom het platform met jou op een bepaalde manier, hè, omgaat. Dus waarom bepaalde content wel of niet wordt gedeeld of wordt geshadowbanned. Er zit een soort grilligheid in die relatie die ook wel, die ook wel problematisch is. En ook daar heb je weer dat, hè, dat is niet een gelijk niveau. Ja, om even toch tot terug te komen op de vraag van worden we er nou gelukkiger van of ongelukkiger? Als mensen stoppen met social media, komen ze dan in een isolement terecht? Is dat iets wat je... Dat wordt me natuurlijk vaak gevraagd over kinderen. Nou zijn er natuurlijk communities in Nederland waar kinderen niet op social media mogen. Maar die worden niet ongelukkiger, omdat als niemand het doet... Vroeger werden we ook niet ongelukkig toen ze er nog niet was, social media. Maar wat als je het met jongeren ziet, als je nu een jongere weghoudt helemaal van social media, denk ik dat je kans loopt dat de sociale ontwikkeling gestoord wordt. Omdat alles met die klassegroepen, alles met peers en dus eigenlijk leeftijdgenoten en vrienden gebeurt met social media. En vroeger hield dat op als ze 's middags thuis kwamen. Maar nu als papa en mama staan te koken, dan gaat dat gewoon door om grappen te maken met elkaar. Nou, als je daar een kind van weghoudt, nu een tiener dan, hè, dan ben ik bang dat eerder niet dan wel goed uitpakt. Ben je daarmee eens? Ja, dat bedoelde ik van ook helemaal stoppen is eigenlijk geen optie meer. Omdat het zo'n communicatiemiddel is. Heel veel jongeren communiceren ook gewoon niet meer via WhatsApp, maar gewoon via Snapchat tegenwoordig. Dus ja, dat zou ik ook ingewikkeld vinden. Maar dus wel de aanpassing. Ja, dus het is in zo'n onderdeel van ons sociale weefsel geworden dat het stoppen onmogelijk is, maar we moeten er wel iets aan veranderen. Zijn die daar alle... En zelfs voor jongeren zie ik dat, dus dat het bijna onmogelijk om te doen is. Dat het voor hen nog schadelijker is, bijvoorbeeld als ze heel gepest worden op social media, om er vanaf te stappen en om er helemaal geen deel meer van uit te maken, dan om erop te zitten en dan toch die negatieve ervaringen te hebben. En dat vind ik ook soms heel erg wonderlijk. Want dan ben je toch nog deel van de groep. Ja. Nou ja, uiteraard zou ik zeggen, dus we hebben ook die verbeelding nodig. Dus stel je zou met jongeren dat gesprek aangaan, van wat zou je zelf veranderen aan dat platform en hoe het met jou communiceert en met jou omgaat? Waar kom je dan op uit? En ik denk dat dat gewoon gesprekken zijn, hè, in het voeren van die verbeelding, die gewoon heel noodzakelijk zijn om te voeren. Ja. En hoe reëel is het dat als, een wild idee, je gaat met heel veel jongeren hierover praten, een hele mooie verbeelding, en je werkt het uit tot een gigantisch voorstel. Hoe reëel is het dan dat de sociale media platformen zeggen van nou, dat is een goed idee en dat gaan we doen? Dat kunnen we gewoon direct doorvoeren naar, wat is het ook weer, Gaia X of die... Van de Europese Unie. Vanuit de Europese Unie. Ze kunnen gewoon direct beleid opmaken. Nee, nu chargeer ik uiteraard. Ja. Maar uiteraard kunnen we daar wel. En daar heb je een aantal stappen zitten daartussen. Maar daar kun je wel iets mee. Daar kan je, die mogelijkheid bestaat. Ik voorzie dat je daar wel iets mee kan. Ja. Dus het betrekken natuurlijk van jongeren of verschillende groepen gebruikers op verschillende manieren. Dat is ook een onderdeel van het democratiseren van zo'n soort proces. Ja. Dus een van de vragen in jullie onderzoek was: kunnen we als gebruiker omgaan met onbeschaafde systemen, of moeten we over beschaafdere systemen nadenken? Dan moeten we dus over beschaafdere systemen nadenken en dat samen met de platformen gaan doen. Is dat... Samen met platformen of in ieder geval samen met de gebruiker, samen met de platformen, ja. Ik denk dat het veel systematischer is. Ik denk dat wij zijn... Voor social media zijn wij handelswaar. En zij verdienen aan onze verontwaardiging. Zij verdienen aan onze boosheid. Omdat hoe meer wij boos zijn op social media, hoe beter zij profielen van ons kunnen maken. En hoe meer zij opnieuw informatie aan ons kunnen bieden, waar wij ook weer in geïnteresseerd zijn. En zo ontstaan onder andere wat er nu gebeurd is met COVID, antivaxxers. Zo ontstaan complottheorieën op die manier. Dus ik vind het heel
ik vind het heel aardig en beleefd van jou dat je denkt dat wij daar wat aan kunnen doen. Maar dat bedoelde ik net met wat er gebeurt op collectief niveau. Wij zijn handelswaar. En ik denk, als je daar wat aan wil doen, dat het heel moeilijk is dat wij daaraan doen, er zouden regels moeten komen. Bijvoorbeeld, hoe lang mogen onze gegevens bewaard worden? Als wij als onderzoeker data verzamelen bij respondenten, mogen we dat niet te lang bewaren, omdat het moet helemaal geanonimiseerd worden en het moet na een tijdje gewoon vernietigd worden. Maar social media, hoe lang houden die onze data niet vast? En wat doen ze daarmee? Alleen maar beter op ons doen. Ik ben eens een keer door Facebook uitgenodigd en mocht business class naar New York, want daar zitten ook 1000 mensen, minstens. En toen gaf ik een presentatie. En toen heb ik daarna gevraagd, ja, mogen wij samenwerken? Want wij kunnen veel beter onderzoek doen als we weten wat jullie weten. Nou, no way hoor, no way. Nee, geef ze niet uit. Daarover dit onderwerp komen we straks nog verder te spreken. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor het eerste panelgesprek. Nisla, Patty en Jeroen. Dan wil ik nu graag een hartelijk applaus alsjeblieft. En dan wil ik nu heel graag nog even naar voren vragen Steven Kearney, de maker van de video's. Een van de video's die we net al hadden gezien, neemt plaats. En die heb je samen met Jeroen gemaakt, toch? Ja, klopt, ja. Ja, en hoe zijn jullie op het idee gekomen om het onderzoek in video's te gaan verwerken? Ik weet niet precies hoe dat idee ontstaan is, maar in ieder geval stond bij Media Lab Setup stond het thema relatietherapie met social media. Dat was er en daar moest iets mee gemaakt worden. Dat doet Setup dan vaker, dan vragen ze een maker om daaraan mee te denken. Dus in dit geval was het initiële idee om dat als een soort dat het maken ook het onderzoek zou zijn. Dus dat er acteurs zouden zijn die zouden presenteren of zichzelf zouden presenteren als een platform. En dat daar een echte therapeut bij zou zitten om te kijken wat daar gaat gebeuren. Nou ja, uiteindelijk is dat geëvalueerd naar wat we hebben gemaakt. Waarbij we dus liever aan de voorkant onderzoek deden met Jeroen. Om, ja, wat voor data geef je dan mee aan zo'n acteur als die opeens, oké, nu ben jij Facebook of zo. En die therapeut die we dus net zagen is een echte therapeut? Nee, zeker niet. Dat was het initiële idee. Uiteindelijk hebben we daar iemand neergezet die vooral goed met blikken kan spelen. En als therapeut niet zo heel veel gezag heeft. Zodat wij als kijker eigenlijk vanuit het perspectief van de therapeut meekijken naar dit introductiegesprek van twee mensen die in een toxic relationship zitten en daar iets mee moeten. Ja, en hoe was jullie samenwerking? Werkten jullie de hele onderzoek samen en stond je ook op de set en hoe ging dat? Nou, heel leuk om mee te beginnen. Mijn rol als onderzoek was voornamelijk in het opzetten en het uitvoeren van het vooronderzoek. Dus echt, we hebben samen die kaders bepaald en het concept bepaald. En ik ben vervolgens met mensen in gesprek gegaan. En heb ook dat raamwerk aangegrepen om mensen te betrekken bij het onderwerp. En in feite, die gesprekken zijn de input geweest voor het creatieve proces. Waar de filmpjes vervolgens zijn uitgekomen. Maar dat is dat punt heb ik het echt overgedragen. En nog wel even meegelezen, maar de uitwerking hiervan ligt niet bij mij. Ja. En de pakken, hoe zijn die ontstaan? Ja, de pakken hebben we gewoon laten maken door iemand met heel veel talent. En dat was ook een natuurlijk, zeker TikTok of zo. Want hoe personaliseer je dat? Het is knap dat ze een soort van hebben bedacht dat er iemand in kan passen in dat pak. Maar tijdens het draaien is het niet heel handig, die pakken. Want ze passen natuurlijk ook amper op beeld. Maar wel heel leuk, ja. En hoe zien jullie je eigen, of nou misschien meer voor Steven, jij bent natuurlijk freelance filmmaker. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel erg te maken hebt met sociale media. Hoe ervaar je jouw relatie met sociale media?
Nou ja, ik kan me zo wel bij Lisa, de gebruiker van Instagram in het eerste filmpje, daar kan ik me goed in identificeren. Maar ook Johan, van de gebruiker van Twitter, kan ik me ook goed identificeren. Omdat ja, uiteindelijk wil je wel op platformen jezelf presenteren en je werk presenteren. Maar goed, je wil ook iets van jezelf kwijt. En het is echt volgens mij pas een jaar geleden of 2 jaar geleden dat ik me besefte dat bedrijven die mij wellicht willen inhuren als freelancer, hè, dat die niet eens meer naar mijn website gaan of zo. Die checken gewoon je Instagram en als die kijken een beetje wat je ongeveer maakt en dan bellen ze je wel of niet. Ja. Dus toen heb ik daar op een gegeven moment mijn hele Instagram naar ingericht. En bedacht, oké, dan ga ik niet meer al mijn vakantiekiekjes daar opzetten. Want misschien vindt een collega of iemand waarmee ik daar werk, vindt dat vervelend. Ja. Of vindt daar iets van. Of krijgt opeens enorm een inkijk in mijn privéleven. Dus ik heb daar best wel mee gezeten. Zo van, wat is mijn Instagram nou eigenlijk? En hoe presenteer ik mezelf op Instagram? Ja. En heeft het ook invloed op wat voor werk je maakt? Hou je er al rekening mee? Als je denkt, ik neem een opdracht aan, dat je denkt, dat moet sowieso weer op Instagram, dus het moet ook deze en deze voorwaarden voldoen? Ja, dat kan niet anders, want je consumeert nu veel video's via Instagram of wat dan ook. Dus het is zo van, oké, ja, dan, ja, een minuut is dan te lang, dan moet hij toch 45 seconden. Ja, dat is wel een, dat is wel een deuk in je creativiteit of zo. Ja. Je werk heeft eronder te lijden eigenlijk. Het kan soms ook een goede uitdaging zijn om en dat er weer iets anders uitkomt. Of het kan, soms werkt het goed of zo, om die strakke kaders te hebben natuurlijk. Maar ja, om nou nu voor altijd vast te houden aan een bepaald kader of een bepaalde duratie of zo. Ja. Dat is natuurlijk wel zonde. Ja. Maar er wordt wel vaak gevraagd, ja. Ja. En Jeroen, jij bent ook freelancer. Maak jij ook veel gebruik van sociale media om jezelf te presenteren? Of is het voor jou echt een persoonlijk platform? Het is voor mij wel een persoonlijk platform. Dus ik gebruik persoonlijk het niet zo heel veel. Ja, voor onderzoek. Ik denk dat een soort haat-liefde relatie, daar ben ik absoluut niet de enige in. Maar die haat-liefde relatie kan ook een soort hele productieve vorm van onderzoek met zich meebrengen. Dus het heeft ook een soort, er zit in die ambivalentheid is iets heel leuks om te onderzoeken. En dat gebruik ik eigenlijk ook als inspiratiebron voor mijn werk. Ja. En wat is jullie favoriete video die jullie hebben gemaakt? Van alle 4 de video's. Ja, ik denk dat de video van Twitter heel erg leuk is, omdat er binnen een hele korte tijd is de verandering die ik zelf ook herken, is van oké, ik ben hier omdat ik informatie wil over politiek, of ik ben hier vanuit mijn professie als filmmaker. Ja, en gewoon binnen de kortste tijd mezelf ook weer bemoeien met dingen waar ik helemaal niks van weet. En dan weer terugpakken. Daarna een half uur weer verwijderen. En denken van, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Ja, en dat is gewoon een soort strijd. Ik vind dat filmpje wel heel leuk en heel herkenbaar. Maar vanuit het onderzoek is er een anekdote geweest over, er is een man bij jou geweest, een 51-jarige man of zo, die jou vertelde over, over dat hij eigenlijk geen social media gebruikt, behalve als die vrouwen zoekt in Ibiza. En als die en hij is een keer opgelicht en sindsdien gebruikt hij het eigenlijk niet meer. Hij heeft toen iets besteld en er kwam gewoon iets heel slechts aan of zo. Dat was zijn anekdote. En vanuit daaruit hebben we wel bedacht van oké, het zegt heel veel wie je tegenover die platformen zet, toch? Dus daarin is bijvoorbeeld in het filmpje van Facebook, die we vanavond niet zien, maar die er wat naïever in gaat. Hè? Dus die is daar de mediawijsheid. Er is een gebrek aan mediawijsheid bij de gebruiker van Facebook, waarbij de gebruiker van Instagram juist heel erg reflectief is naar hoe diegene daarmee omgaat of zo. Dus alle 4 hebben iets, dat vind ik leuk, maar Twitter herken ik me het best in. Ja. Hoe gaat dat voor jou, Jeroen? Nee, dat is. Het zijn natuurlijk stuk voor stuk hartstikke leuke filmpjes. Hè? Dus wat dat betreft, een leuke is heel lastig.
Maar inderdaad, waar we, toen we iets meer door de oogharen heen naar die verschillende gesprekken keken, zag je van, hey, wat interessant is, is eigenlijk, wat je ook in die filmpjes mee wil geven, is eigenlijk dat stukje context van hoe zijn die mensen daar gekomen? Dus met welk probleem zit je als 50-jarige met een Facebook op de bank? Dan heb je een andere context. Hè? Dus dan is het van, dat zijn misschien mensen die het hele probleem niet herkennen. En die zeggen van, ja, ik moest hier naartoe vanwege, mijn kinderen zeiden dat ik hier naartoe moest. Of die zeiden van, naar de therapiesessie. Dus in feite, wat er aan dat filmpje vooraf is gegaan. Hè, dus wat heeft ertoe geleid dat je in therapie gaat? Dat is natuurlijk eigenlijk waar het heel erg verschilt bij die verschillende platformen. Dat is wel heel erg leuk. Mooi. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Jeroen en Steven? En dan gaan we kijken naar het favoriete filmpje van Steven, Twitter. Collega's, school, die klagen de laatste tijd nogal over mijn Twitter-gedrag. Ze zeggen, en nu quote ik, mijn tirades beginnen een beetje gênant te worden. Ja. Met name wat leerlingen van school ook al die dingen lezen. En soms ben ik een beetje te fel in discussie. Weet je. Ja, dat zorgt ervoor dat we soms wat rust moeten. Maar daar is Johan niet zo goed in, hè, Johan? Nee, maar dat vind ik verder helemaal niet erg, hoor. Vertel je maar, Johan. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ik heb een soort haat-liefde verhouding eigenlijk. Dus, ja, maar als ik soms dingen lees, snap je, op Twitter, dan denk ik van zo. Nou, zo. Je kan gewoon zeggen, hè, wat je ervan vindt. Kan gewoon. Ja? Ja, kan gewoon. Ja. Ja. Ja, ik heb verder niet echt per se veel verstand van politiek, maar... Nou, Johan, je weet het anders altijd best goed te worden, toch? Hè? Huh? Ja. En je hebt ook altijd weer mensen die naar je luisteren. Ja, dat is waar. Je 216 followers. 217. Dat is wel nice, ja. Vertel me gewoon wat je denkt, hoor. Ja. Johan. Ja? Dat is het gewoon waard om gehoord te worden. Ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk wat hij zegt. En daar ben ik eigenlijk volledig mee eens. Waarom zou ik mijn mond moeten houden? Terwijl iedereen wat mag zeggen, zijn eigen mening mag uiten daar op het medium. Ik heb toch ook gewoon een mening? Dus als ik iets zie, dan ga ik daar een tegenkleur aan geven om het discours een beetje breder te trekken. He? Mensen zeggen maar alles wat ze willen zeggen, maar ik heb ook een mening. Ja, en dan ga ik mengen in de discussie. En ik vind dat mensen een beetje hun oogkleppen af moeten doen en gewoon een beetje met z'n allen normaal moeten doen, ja? Weet je wat ik vind? Ik vind dat het gros van de Nederlanders, ja, heb ik nu even over de Nederlanders, we leven samen, samenleven, normaal doen. Ja, ja, maar wel jouw normaal. Ja? Ja, ik luister. Ik luister. Nou, ik denk dat het goed is als ik het gesprek blijf leiden. Ja, daar ga je al, hè? Hey, daar gaat meneertje al. Ik denk dat het goed is dat ik het gesprek ga leiden. Ja, ga je nou jouw mening mij door de strot duwen? Ho, dat gaan we niet doen. Nou, het is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken wie je... Oh, dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Houd toch op, man. Bla, 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 bla. Dit is heel goed, Johan. Ja, dit is heel mooi. Hier ontstaat iets, hè? Nu jij weer. Johan, ja? Oh, je weet mijn naam. Je was zo net zo mooi aan het verwoorden wat je dwars zit. Je korte lontje, wat ik dus net ook zag. Is dat dan wat je bedoelde? Zo, heb ik een kort lontje. Misschien heb jij wel een kort lontje, meneertje. Met je baardje. Huh? Oh, Johan. Ja. Dit komt net binnen. Er is een regeerakkoord. Nou, hè, zo, nu al. Ja. Meer geld naar onderwijs, maar bezuiniging op de zorg. Bezuiniging op zorg? Dat is allemaal gestoord geworden. Ja. Holy shit. Reageren? Ja, gelijk reageren. Doe even... Jongens, kunnen we niet even een stap terugnemen? Niet over op reageren. Hey, vrijheid van meningsuiting. Dat is een belangrijk recht van de mensen. Even je mond houden, ik ben even in gesprek. Dankjewel. Oké, gelijk reageren. Rieti, tegen het berichtje van een maand geleden. Ja. Zeg eventjes, even kijken, laat me even een hashtag. Ik moet even hashtag bedenken. Hashtag krijgt de tyfus. Hashtag waar is de nuance? Ja, mooi. Twitter. Mag ik voor het laatste gesprek naar voren roepen Siri Berends, cultuursocioloog en onderzoeker ook bij Setup en Dasha Simons, AI Ethic Consultants bij IBM. En mag ik een heel hartelijk applaus, alsjeblieft. Welkom. Dankjewel. Dasha, Siri. Dit filmpje, hoe kijken jullie daarnaar? Wat gebeurt hier? Nou, wat ik...
wel heel interessant vind, is dat je ziet dat eerst de therapeut meer de dominante rol heeft. En dat je dan langzaam ziet hoe eigenlijk Twitter de dominante rol krijgt. Wat natuurlijk wel ook vaak de kritiek is op de macht en de systemische invloed op de interactie van tussen mensen vanuit de platforms. Ja. Ja, ik vind het echt waanzinnig dat jullie dit zo hebben kunnen verwoorden, om eerlijk te zijn. Want of ja, eigenlijk verbeelden. Want heel vaak tijdens mijn werk probeer ik hele abstracte dingen duidelijk te maken. Of aan klanten, of aan familieleden. En ik denk wat hier heel sterk aan is, is dat iets wat heel abstract is, een bepaald probleem, bijvoorbeeld een toxische relatie, heel op een hele toegankelijke manier, maar ook op een hele herkenbare manier. Net zoals je zelf zei, ik herkende me ook in sommige van deze statements die naar voren werden geroepen. En ik denk dat dat een hele goede manier is om de discussie te starten. En eigenlijk het bewustzijn te creëren en op dit vlak daarna te beginnen van, hey, wat doet het eigenlijk met me? Dat ik de social media op deze manier gebruik. Of wat doet het met jou? Als je niet tevreden bent over je partner wellicht, die social media op een andere manier gebruikt. Ja, je zei net in je werk, kun je heel kort uitleggen wat je werk precies inhoudt? Ja, uiteraard. Dus ik ben een consultant binnen IBM. En wat ik doe is eigenlijk aan de ene kant kennis intern ontwikkelen op het gebied van algoritmes, kunstmatige intelligentie, die we op ethische en vooral betrouwbare manieren kunnen ontwikkelen. Dus denk daaraan aan uitlegbaarheid van algoritmes, transparantie, maar ook zo eerlijk mogelijk ontwikkelen van algoritmes. Maar aan de andere kant adviseren we ook klanten op dat gebied. Dus hoe kunnen klanten zoals overheidsinstellingen, banken, grote bedrijven beter algoritmes maken op een eerlijkere en betrouwbare manier? Ja. En ook aan sociale mediabedrijven? Nee, niet sociale mediabedrijven. Nee, dat is echt B2B. Ja. Dat is jammer. Jammer, hè? Siri, je werkt dus voor Setup, maar je doet ook onderzoek op de Universiteit Twente. Ja, klopt. Je PhD-onderzoek. En daar doe je onderzoek naar authenticiteit. Kan je kort uitleggen wat dat precies is? Mijn onderzoek gaat eigenlijk over, om het zo concreet mogelijk uit te leggen, over de impact van kunstmatige intelligentie, dus zelflerende algoritmes, op de samenleving en op ons als mens. Vooral de maatschappelijke impact en de ethische implicaties daarvan. Er is nu heel veel aandacht voor kunstmatige intelligentie die steeds slimmer wordt en steeds meer richting de mens opschuift. Maar ik keer het in mijn onderzoek om. Ik kijk hoe wij steeds meer naar de machine opschuiven. Doordat we steeds meer beslissingen uitbesteden aan algoritmes. Doordat eigenlijk ons hele leven gealgoritmiseerd wordt. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar social media, dan vond ik het Instagram-filmpje ook wel interessant. Omdat als je het dus omkeert en kijkt hoe wij meer naar het algoritme opschuiven, dan zie je ook dat jongeren bijvoorbeeld heel veel tijd investeren in hoe ze het Instagram-algoritme kunnen kraken om zoveel mogelijk hun content bovenaan te krijgen, omdat het algoritme het weer verandert. Dus daar zie je dat wij echt in de huid van die computerlogica gaan kruipen om het zoveel mogelijk in ons voordeel, tussen aanhalingstekens, te kunnen laten uitvallen om zoveel mogelijk likes te krijgen of exposure. Ja, en voordeel zet je tussen aanhalingstekens, want daar trek je twijfels. Nou ja, voordeel in de zin van, het is natuurlijk commercieel interessant om veel likes of iets te krijgen, maar ja, er zit natuurlijk ook een, daar hebben we het net natuurlijk ook al over gehad, van hè, de hoeveelheid tijd en aandacht die erin gaat zitten. En dat het ook een hele, ja, weet je, oppervlakkige manier van waardering is. Dus ja, ik zou niet, daarom zeg maar de kritische side note. Ja, en hoe hebben jullie nou net naar dat vorige gesprek geluisterd? Dat ging er over de individuele perceptie of wat het met je welzijn doet? Ja, ik vond het dus heel interessant, omdat dus inderdaad op individueel niveau dan dus de invloed niet heel negatief is. Maar wat hij ook al zei, van het, als je kijkt naar de collectieve factoren, die vind ik wel heel interessant. Dus hè, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar privacy, of je kan kijken naar wat doet het eigenlijk met ons leven dat we zo afhankelijk zijn geworden van die platforms. Dus ik denk dat het op collectief niveau heel veel
met ons doet. Dat je die effecten niet kan meten met een psychologisch onderzoekje over hoe je je voelt of iets. Dat het dus wel wat moeilijker te pakken is van hoe het ons eigenlijk als mens verandert. Want ook bijvoorbeeld het hele idee dat... We hebben het nu de hele tijd over hoe we de platformen beter kunnen ontwerpen, bijvoorbeeld. Dat we beschaafdere systemen nodig hebben. Maar we durven eigenlijk social media aan zich als fenomeen niet meer ter discussie te stellen. Want het is genormaliseerd. We hebben al met elkaar afgesproken. We kunnen niet meer zonder, want dan worden we buitengesloten. Dus dat is al zo'n enorme verandering. Terwijl ik denk dat heel veel problemen waar we het allemaal over hebben eigenlijk inherent zijn aan social media en niet alleen aan hoe we het inrichten. Met zoveel mensen tegelijk in contact willen staan, dat heeft zoveel invloed op de samenleving en op hoe jij je als individu vormt, dat je kan wel een ethisch social media platform bouwen, maar dan blijf je dat effect houden. Gewoon het effect van waardering willen van een grote groep mensen, erkenning zoeken, de hele tijd die eagerness voor die aandacht en die waardering, waardoor je hele psyche gewoon verandert. Ja, ik denk niet dat je dat alleen met een ander ontwerp van social media oplost. Ik denk dat we daarvoor dat we dus helemaal veranderd zijn al als mens. Ja, denk jij dat dat wel kan? Als je het anders inricht met betere algoritmes, ethischer... Nou, wat ik vooral denk is dat dat een onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn. Dus ik denk dat ik helemaal met je eens ben op het gebied dat er veel meer gaande is dan alleen het platform te veranderen. Dat werd net ook gezegd. Dus als je kijkt, er zijn interessante boeken over bijvoorbeeld meer systeemproblemen en systeemdenken. Bijvoorbeeld Systems Thinking van Donella, een milieuwetenschapper. En wat zij eigenlijk aangeeft is een aantal interventies die je op verschillende manieren op kan bouwen om systemen te veranderen. Eén daarvan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar platformen specifiek. Dus willen we minder fake news, dat sneller verspreid wordt, zou een van de mogelijkheden kunnen zijn dat je de sharing button niet in één keer gelijk deelt, maar er een interventie is om er nog een keer over na te denken. Weet je zeker dat je deze content wil delen? Er zijn voorbeelden geweest van Twitter-onderzoek, waarbij ze hebben gekeken als je een pop-up krijgt. Deze tekst is wellicht iets kan gewelddadig of als hate speech opgevat kunnen worden. En 20% van de mensen, niet per se heel veel, maar 20% van de mensen heeft toch aangepast naar minder gewelddadige speeches. 1% erger. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Maar die interventies die zijn er op dat gebied, denk ik, waar we echt al een klein verschil kunnen maken. Maar daarnaast krijg je ook externe regulering die daar een impact op speelt. Maar ook binnen die bedrijven zelf, hoe regel je zo'n bedrijf in? Als je bij Facebook werkt en je krijgt promotie op basis van de betrokkenheid op bepaalde posts of hoe je meer mensen meer uren op een platform kan laten zitten. Kijk, dan krijg je ook binnen het bedrijf niet de juiste incentives en motivatie om meer ethische, morele social media, als dat überhaupt al bestaat, te maken. Dan kan je daarna weer kijken, kunnen we de businessmodellen niet veranderen? Dat niet in principe van op het basis van het verkopen van persoonlijke data is, maar misschien is daar wel iets anders in te verzinnen. En zo kan je steeds een stap hoger gaan, waarbij je die systemen toch een beetje zou kunnen veranderen. Ja, hoe kijk je daarnaar? Ja. Nou, zeker. Ik ben daar ook heel erg voor. En natuurlijk het verdienmodel, het surveillance-kapitalisme, het hele verdienmodel wat achter de digitale wereld zit. Daar, ik denk dat daar ook wel nog wat te winnen valt. Maar ik vind het ook een slippery slope. Want als je het hebt over bijvoorbeeld het voorbeeld van, weet je zeker dat dit is hate speech, weet je zeker dat je dit wil posten? Wie bepaalt wat hate speech is? Hè? Ik vind het ook een heel eng idee dat straks bedrijven voor ons gaan bepalen wat beschaafd gedrag is. Ik weet bijvoorbeeld dat er is een alternatief social media platform dat probeert een beschaafd platform te zijn. Hoe heet dat platform? Dat weet ik niet meer. Dat zou ik nog even moeten nazoeken. Maar de opzet daarvan was dat het uitgangspunt was: polarisering is niet het ontwerpprincipe. Het ontwerpprincipe was kindness, dus aardig zijn. En wat er dan gebeurde is, of dat was wat ze wilden bouwen althans, dat als je een post schrijft die geliked wordt door mensen uit heel veel verschillende bubbels, dan komt die bovenaan in de feed van alle gebruikers. Dus
ja, zeg maar, hoe inclusiever jouw content is, hoe meer die gedeeld wordt. En dat het idee daarvan was dan, dat is ethisch, inclusief en dat is beschaafd. Maar ik dacht, ja, dan krijg je dat iedereen alleen nog maar hele, hele risicoloze content gaat delen, die iedereen wel leuk en gezellig vindt. En ja, dan krijg je ook een soort hele oppervlakkige, een soort vervlakking, een soort oppervlakkigheid nog meer. Terwijl polarisering niet per definitie slecht hoeft te zijn. Het gaat erom hoe ga je met die heftige verschillen om. En dus ik, ja, het hele idee dat techbedrijven of platforms gaan bepalen wat dan beschaafd is, dat, ja, dat, ik heb daar mijn twijfels over. Maar dat systemische, dat systeem, ik denk ook dat het niet alleen gaat om het verdienmodel en, maar dat het een groter probleem is. Inderdaad, überhaupt het hele kapitalistische systeem waar we in zitten, wat natuurlijk ook heel erg in de nog meer dataverzamelwoede zit. Maar tegelijkertijd, we willen het ook. Er wordt nu gedaan alsof het ons wordt opgedrongen. Hè? Het wordt ons allemaal maar door de strot geduwd, door Big Tech of door de grote boze platforms. Maar ik denk eigenlijk dat we ook vooral onszelf dit aandoen, omdat het ook appelleert aan onze verlangens. Van, ja, we willen ook. Wij zijn ook ergens nihilistische wezens die het ook wel lekker vinden om te verdwijnen in die endless scroll. Om in een wereld die steeds ingewikkelder wordt met steeds meer crisissen, om een soort van escapisme, weet je wel, trek je maar lekker terug. Ja, en als we dan kijken naar die ethische algoritmes en en misschien moeten we een gedachteoefening doen. We gaan een heel nieuw platform ontwerpen. En hoe voorkomen we dan dat dit soort dingen steeds naar voren komen? Ja, het is een hele goede vraag. Ik denk ook een hele moeilijke vraag om een avond zoals vandaag op te lossen. Maar wat ik inderdaad een mooi uitgangspunt zou vinden, is in plaats van wat je vaak ziet nu ook bij bedrijven, waar ik heel blij mee ben, is dat in plaats van alleen bewustzijn te creëren, steeds meer bedrijven ook AI op een betrouwbare manier willen inzetten. Dus bijvoorbeeld biases willen testen of daarin te bekijken. Maar wat je dus nog steeds wel ziet, is dat het een risicomitigerende aanpak is. Dus er is een algoritme en ze zien vaker dat er wellicht een bias is, dus dan mitigeren ze het risico. In plaats van te kijken, wij willen een systeem ontwikkelen, inderdaad, met op basis van de waarde van eerlijkheid, waarbij we mensen op een eerlijke manier bepaalde goederen toedelen. Dat kan door social media te zijn, evenveel aandacht inderdaad aan verschillende mensen te geven. Kan ook met een lening zijn. En om daar een voorbeeld van te geven, wat JP Morgan nu in de US doet. Die hebben net gepubliceerd dat ze veel wat data wel weer verzamelen. Maar ook om leningen juist aan bevolkingsgroepen te geven die historisch gezien juist minder leningen hebben ontvangen. En om daar juist een nieuw businessmodel om te maken. En ik denk die proactieve instelling dat je iets wilt ontwerpen voor een bepaalde waarde. Ik ben ook heel benieuwd naar het social media platform wat je net noemde. Dat al een grote verandering is. En daarnaast, denk ik, specifiek voor social media, is er heel vaak ontworpen voor gebruikers. Dus heel erg gepersonaliseerd op één gebruiker. En wat minder gekeken, wat zijn de sociale effecten? Wat doet dit met samenlevingen als geheel? Wat betekent dit op wereldwijd niveau, met verkiezingen? Wat kunnen we daar op dat vlak mee doen? Dus dat je ook veel meer naar de sociale impact kijkt als geheel, in plaats van alleen op individueel niveau. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om individueel niveau en systeem los van elkaar te zien. Dat is natuurlijk de hele tijd een wisselwerking. En ik heb wel het idee dat het heel erg nu geframed wordt op een manier. Dat zie je ook in de Social Dilemma, een hele bekende documentaire, wat helemaal hierover gaat. Dat het heel erg gepresenteerd wordt als dat wij marionetten zijn van het ontwerp van Big Tech. Dus we zijn, het idee daarachter is, we zijn slaven van ons reptiele brein. Als we een rood bolletje zien, dan moeten we daar blind achteraan hobbelen. En we zijn eigenlijk weerloos overgeleverd daaraan. En zolang die meesters in Silicon Valley hun ontwerp niet aanpassen, zijn we eigenlijk gedoemd en kunnen we het wel vergeten. Maar ik denk dat je daarmee ook weer veel te veel macht bij de ontwerper legt. En dat het probleem dus, wat ik net ook al een beetje probeerde uit te leggen, ik denk dat het probleem, technologieontwerp heeft zeker impact. Maar technologieontwerp komt ook voort uit onszelf en bijvoorbeeld ook vooral uit het mensbeeld wat wij hebben. Het mensbeeld wat wij hebben bepaalt heel erg
hoe onze technologieën eruit zien. En ons mensbeeld is heel erg ook beïnvloed vanuit Silicon Valley. Het brein is een computer. Wij zijn een stimulus-responsmachine, input-output. En als je maar lang genoeg ook op zo'n manier blijft ontwerpen vanuit dat mensbeeld, dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Dan worden wij ook die stimulus-responsmachine. En dan geloven we allemaal klakkeloos dat we dat Big Tech ons beter kent dan onze beste vrienden. Want dat horen we de hele tijd. Ja, Facebook kent jou beter of Insta kent jou beter dan je beste vrienden. Ja, maar dat is al een heel robotisch beeld van wat iemand kennen dan betekent. Betekent iemand kennen welke dingen die heeft geliked en waar die zijn tijd het meest aan besteedt? Of betekent iemand kennen, iemand in de ogen hebben gekeken en allemaal dingen waar hebben genomen die je niet in data kunt vangen? Dus ja, dat bedoel ik met dat het dus veel dieper zit nog alleen dan het technologieontwerp. Technologieontwerp is eigenlijk alweer de volgende stap. Er zit nog heel veel voor. Ja, maar je zegt dus eigenlijk ligt er best wel veel agency of best wel veel verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf. Dat zou dan... Of heb ik je verkeerd begrepen? Nou, ja, ik denk, het gaat mij meer om de wisselwerking. Maar ja. Inderdaad, ik leg ook agency bij de mens zelf. En wat ja. zouden we dan als gebruiker zelf nu kunnen doen om daar je beter tegen te weren? Eigenlijk een vraag voor jullie allebei. Er zijn heel veel verschillende. Je hebt op verschillende niveaus dat je dingen kan doen. Wat als je bijvoorbeeld niet van social media af wil, maar je wil wel zand in de in het verdienmodel gooien, dan heb je bijvoorbeeld zo, ik weet niet of het nog bestaat, maar er zijn vast nieuwe versies van GoRando. Dat is een app die kan je dan installeren en die gaat dan random dingen liken, waardoor er geen profiel van jou gemaakt kan worden op social media. Maar goed, dan zit je nog steeds wel erop, maar dan is het in ieder geval een verstoring van dat toxische verdienmodel. Maar ja, en verder vind ik het wel heel lastig. Ik zit zelf niet op social media, maar ik ben benieuwd wat jij, hoe jij het ziet. Ja, ik denk, er zijn inderdaad meerdere apps of hacks die je kan toepassen. Dus wat dat betreft, als je heel praktisch heel erg naar jezelf kijkt. Je hebt blokkers op YouTube waarbij je niet de recommendation video's van YouTube meer ziet. Er zijn video blokkers van bijvoorbeeld dat je je telefoon op zwart op wit maakt. Dat het alles een stuk beter helpt, dat je er minder afgeleid door raakt. Dus ik denk dat er zeker op individueel niveau dat soort hacks zijn. Maar wat ik ook denk ik graag aan wil geven is dat bijna iedereen van ons op een bepaalde manier met algoritmes of AI in aanraking komt. Kan zijn op je werk, kan zijn op via inderdaad persoonlijk leven. Dat je daar toch net even die kritische vragen blijft stellen. Ook als je afnemer bent van kunstmatige intelligentie of AI. Ook daar bij de leverancier te stellen, hey, hoe hebben jullie dit gemaakt? Waar, op basis waarvan is dit gebaseerd? Ook al ben je niet de expert op dat gebied, denk ik wel dat het heel goed is als meer mensen die vragen dagelijks kunnen stellen. Ja, je zegt net, ik maak geen gebruik van social media. Volgens mij. Ik zit wel op LinkedIn, maar daarbuiten, dat is voor mijn werk vooral, maar ik zit niet op die dingen. En je gebruikt ook geen smartphone, gelukkig? Nee, klopt. Is dat een... Dat is per ongeluk gegaan. En hoe voel jij dat je, we hadden het er net over, dat je misschien dan niet in verbinding staat of dat je in isolatie raakt? Voel jij dat? Het vergt heel veel inspanning inderdaad. Ook van je omgeving. Die moeten jou bellen, mailen, op andere manieren proberen te bereiken. Ik denk dat het destijds, toen iedereen op social media ging, ging ik er niet op. Daar had ik verschillende redenen voor die allemaal hier voorbij zijn gekomen. Maar ik denk ook dat het een soort hang is naar ook je op een bepaalde manier willen afzonderen voor het de hele tijd meegesleept worden in hele snelle oppervlakkige dingen van wat iedereen aan het doen is en wat iedereen denkt. Dat ik ook een soort van vanuit een soort heel naïef beeld van zelfbehoud of zo. Zo is het ooit begonnen bij mij. En later vond ik het eigenlijk alleen maar allemaal slechter worden. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik er ook niet meer op. Maar je vraag was... Nou ja, ik was gewoon heel benieuwd op hoe je het ervaart om in een wereld... Nou, zwaar. Het is echt... Ik ben ook toen ik hierheen kwam met het OV, geen app, treinen vielen uit. Ik moest 9292 gaan bellen om reisadvies te vragen. Ik had ook iemand met een smartphone kunnen vragen, maar nou ja, goed. Dus ja, het vraagt wat van je. Maar je maakt een hoop grappige dingen mee. Ja. En ik ben een groot fan van de
techfilosoof Hans Schnitzler. Oh, ja. Die zegt ook van, als je... Ik ook trouwens. Ja, mooi. als je zeg maar niet de hele tijd op die app zit, dan zie je ook meer om je heen. En dan leer je, dan kom je ook weer in een soort van modus dat je over dingen nadenkt. Ja. Dat je anders steeds afgeleid wordt. Ja. Voel jij dat ook zo? Dat je een soort van daar misschien een voorsprong op hebt op mensen die de hele tijd... Nou, dat weet ik niet. Een voorsprong weet ik niet, maar ik voel het wel zo dat ik wel merk dat ik minder moeite heb met focus, dat ik me daar wat makkelijker voor kan afsluiten. Dus ik haal er ook wel weer voordelen uit, buiten dat het ook heel veel nadelen heeft natuurlijk. Ja. En ik wil ook niet zeggen dat iedereen dit moet gaan doen. Het is echt een persoonlijke keuze vanuit mij. En ja. Maar we hebben het net wel over een systeemverandering. Hoe moet die systeemverandering eruit zien? Je zegt dat niet iedereen hoeft het te doen, maar toch moet er iets veranderen. Hoe gaan we dan... Ik denk dat je op alle niveaus moet ingrijpen. Dus individueel niveau, maatschappelijk niveau, juridisch niveau. Dus vanuit de EU worden er allerlei dingen gedaan. Ontwerpniveau. Ja. Dus ik denk niet dat je in gouden ei oplossingen moet denken. Een one size fits all. Ik denk dat je op al die niveaus moet gaan ingrijpen. Maar ik denk dat er ook wel echt iets in onszelf en onze eigen verlangens, van waaruit we technologie mede vormgeven, dat we daar ook echt iets aan moeten veranderen. Want ik denk niet dat het, zolang wij deze verlangens hebben, kan je wel weer een alternatief ding bouwen, maar dan wordt het gewoon een Facebook 2.0 of een Insta 2.0 of een TikTok 3.0. Ja. Ben je het daarmee eens, Tasha? Ik vind het heel interessant om te horen. En ik denk wat je bijvoorbeeld wel heel erg ziet, is dat mensen, wij hebben behoefte aan sociale validatie. Dus als je die behoefte hebt en je wilt dat vervullen op een bepaalde manier, of nu door sociale media is, en je extra likes krijgt en veel meer een influencer cultuur krijgt, dat iedereen een mooie foto wil maken, of de interessante content op LinkedIn wil posten. En als we dat inderdaad niet op een bepaalde manier, ik weet niet of dat te veranderen is, maar dat zal terugkomen ook in andere vormen, op andere platformen. Ik denk niet dat dat alleen door social media komt. Dat is een behoefte die wij inherent hebben. Dat kan ook op andere manieren vervuld worden. Wat voor andere manieren denk je dan? Nou, ik denk dat je kan ook op een feestje staan en alle aandacht krijgen. Je kan ook een ander soort app of een soort volgstadium krijgen, waarbij je weer de aandacht op een andere manier krijgt, of de sociale validatie ook krijgt. Alleen, ik denk dus wel dat er ontwerpmechanismes zijn, en ik praat heel erg van deze stoel omdat dat mijn vakgebied is, die je ook daarin kan inbouwen. Om dat te veranderen. Ook als een provider zoals een Apple of van Android bijvoorbeeld, dat ze bepaalde regels toch stellen. En ik snap dat dat lastig is, dat je die macht geeft aan bijvoorbeeld een bedrijf zoals Apple, om te zeggen, we willen niet dat er zo meer dan zoveel procent addictive content beschikbaar is op een app, of dat die tricks waarvan we weten dat het verslavend werkt, dat je die toch op een bepaalde manier niet toegankelijk maakt, of een bepaalde tijd toegankelijk maakt. Een voorbeeld bijvoorbeeld dat TikTok doet eigenlijk hetzelfde soort voorbeeld zoals gokmachines, is dat het klokje boven aan de tijd dat wegvalt als je op TikTok bent. Bij bepaalde telefoons, volgens mij bij Apple. Wat voor klokje is dat de dan? De tijd, waar je de tijd ziet. Oh, dus dan word je nog meer erin gezogen? Je wordt nog meer erin gezogen, dus je wordt minder bewust van hoe lang je op de app zit. En dit soort dingen zouden best wel gereguleerd kunnen worden. En als dat dan niet op landelijk of Europees niveau nog is, vind ik best wel dat bedrijven daar ook een mening over mogen hebben. Ben je voor Europese regulatie van sociale media? Ik ben zeker voorstander van de European AI Act die eraan zit te komen. Die algoritmes of AI. Wat is die act? Dat is eigenlijk een act die is nu nog onder voorbehoud. Waar staat de afkorting voor? De European Union AI Act. Oké, okay, AI Act. Oh, Artificial Intelligence Act. Ja, okay. Artificial Intelligence Act. Yeah. En hij is nog niet goedgekeurd. Dus volgens mij einde van het jaar is ongeveer het voorstel waarbij ze hem goedkeuren of niet goedkeuren.
Waarbij je systemen in laag risico, midden risico, hoog risico en onacceptabel risico zoiets indeelt. En op basis daarvan moet voldoen aan bepaalde eisen. Dus dat kan zijn bepaalde transparantie eisen. Dat je moet weten dat je met een AI-systeem interacteert. Dus bijvoorbeeld als je met een chatbot aan het chatten bent, dat je weet, hé, dat is een chatbot. Of als er een beautification filter overheen zit, dat je het ziet. In plaats van dat je niet weet dat iemand wellicht een filter heeft gebruikt en er op een andere manier uitziet. Ja. Maar dat kan ook zijn dat je echt moet aantonen dat je welke datasets je gebruikt hebt. En op basis wat de impact van die datasets is en op van de AI-systemen. Dus er zijn wel hele interessante dingen gaande in in de regelgevingssferen. Maar er is nog wel veel werk wat we moeten doen. Siri, denk je dat we zo tot een gezondere relatie met sociale media kunnen komen? Ik denk dat het wel in ieder geval een verbetering zou kunnen zijn ten opzichte van waar we nu staan. Maar ja, ik denk dat het klinkt heel goed, maar het is ook heel ingewikkeld. Met transparantie bijvoorbeeld, dat kan ook weer leiden dat je... Hoe maak je het dan transparant? En er zijn ook weer onderzoeken die laten zien dat transparantie ook weer tot misinterpretatie kan leiden van dan die uitgelegde modellen. Dus daar is echt nog heel veel te doen. Maar het is wel een goede richting, maar het kan ook heel erg afleiden. Net zoals met het groene label van een soort ethics washing. Dat je dan een vinkje krijgt als je een beetje aan de privacy dingen voldoet, maar dat er eigenlijk op fundamenteel dieper niveau niks verandert. Dat kritische stemmetje zit ook in mijn hoofd. Ja. Dus maar ik ben er zeker voor. Oké. Ik denk dat ik het hiermee wil afsluiten. Mag ik een heel hartelijk applaus nog voor Dasha en Siri? En heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En tot een volgende keer in de Bali. En er is, zoals net al werd gezegd, nog een nagesprek informeel aan de bar. Waar jullie net bij zijn geweest. Ja, dus fijne avond nog. Dankjewel.